stop je maar even. Laat me de roet. Dit prachtige wierdendorpje heet Tornwood en het ligt midden tussen Middelstum en Kantens in. Begin 20e eeuw is de wierde voor een gedeelte afgegraven. En je kunt het nog wel zien. Ik sta hier nu op het hoogste gedeelte en dat daar beneden, dat is afgegraven. Met stilstaande water aan elke kant. Ik ga voort. Ik ga voort. Je kunt het van hieruit niet zien, maar een stukje verderop, even buiten de wieren, ligt een van de oudste boerenplaatsen van dit gebied, boerderij Oldenoord. En die boerderij is onderwerp van deze aflevering van De Onderste Steen. Ik zit achter het stuur van mijn auto, een landstoel. Schuim mooi leven voor mij. Wel nog mee op zuig is, daar kreeg de flink stoer. Maar ik zie roest altijd in een of andere. Jantje en Bartelt Goldhoorn, beide in de 80, boeren samen sinds hun trouwen in 1950 op Oldenoord. De boerderij is al vele generaties in het bezit van de familie van Bartelt. Hij is er geboren en getogen. Waar heeft u elkaar leren kennen? Ja, op de tennisbaan. Op de tennisbaan? Ja, ja. En mijn oudste zus die was ouder, dus die gaf feestjes. Er was heel wat bij. Maar ja, dat was heel gewoon. Er waren veel meer bij. Zo, dus. Want u bent ook hier geboren in de buurt? Ja, staat nou. Ja, niet zo ver weg hoor. Ja. Ja. En ja, zo is dat gekomen. Zo is het gekomen? Ja. Op den duur? Ja. En toen bent u hier gaan wonen? We zijn elkaar gewoon tegengekomen. Gewoon tegengekomen? Ja, ja, ja. 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 Wat een rust hier, hè? Goh. Welk land is nou van u, meneer Goldhoorn? Nou, dat is zover als het grijze, die grijze grond. Dat is bouwland. Ja. Wat verbouwt u hier? Graan, bieten, consumptieaardappels, koolzaadnoten. En dat doet u nu nog steeds? Ja, ja. Dat wil zeggen dat ik tot de oogst dan kan ik me ongeveer rennen. En dan is het een kwestie van loonwerk. Oosten, ja. Arabenrooien, binnenrooien. En dan begin ik weer. Houdt u nooit op met boer zijn? Dat weet ik niet. Nee, hè? Nee. Nee. Nee, weet ik niet. Een wagenloos met bergplaats. Alle appelbomen. Heb ik geplant ongeveer tussen 45 en 50. Wat is dat voor een klein huisje? Oké. Okay. Dat huisje dat is daar. De zogenaamde stookhut, hè? Ah, de stookhut? Ja. Ja. Maar voor die werd daar eigenlijk in die zogenaamde stookhut gekookt, hè? En dat was... Dat is nu wat opslag van tuinmeubels, maar... Kijk, daar was op de volle... Bij de laatste balk was op de volle breedte een schouw. Ja. En daar stond de kookpan onder. Ah, ja. En daar werd dus gekookt. En dan... we hebben het er wel eens over gehad, dat kleine ruimte, dat helpt natuurlijk nergens voor wat licht betreft. Nee. Maar het was wel zo. Als hij stond te koken, dan konden ze precies zien of de bakker of de kruidenier of wat ook eraan kwam. Of wie er maar aankwam. Ja. Kon het even doorheen gooien. Dat denk ik tenminste de bedoeling. Ja, maar die vrouwen stonden natuurlijk ontzettend veel te koken. Broeder, dat was niet even een half uurtje koken. Nee, wel langer, want men was natuurlijk met inwonend personeel een behoorlijk aantal. Hè? Ja. Ja, ja. Oldenoord is een historische plek. De voorloper van de huidige boerderij was een steenhuis of borg. Dat is onder meer uit archeologisch onderzoek gebleken.
Het graafwerk is gedaan door archeoloog Piet Kooi, verbonden aan de Groningen Universiteit. Hij is een volle neef van Bartelt en Jantje. Als kind was hij regelmatig op de boerderij te vinden en deed hij er zijn eerste opgravingen. Even kijken hoor. Ja, hier moet het geweest zijn, zo'n beetje. Onder die tak. Onder die tak? Ja, daar heb ik dus een katrol eraan en dan hier een gat in de grond. Ja? Ik denk dat het hier ongeveer wel geweest is. Dus En hoe oud was je toen, Piet? 16. 16? Ja, fascinerend. Ja. Ik was hier altijd, hè, dus... Nou, dan wil ik wel eens even zien wat je allemaal gevonden hebt. Ja, zullen we eens gaan kijken? Ja, laten we eens even kijken. Het meest dateerbare is in feite zoiets. En dit is een fragment van een kogelpot. En dan heb je hier een zogenaamde dekselgleuf, hè, waar een deksel in paste. En dat dateren wij, zag je ook, tussen de 12e en de 14e eeuw. En dan, nou ja, in dit geval zal het dan ongeveer 1300 zijn. Een steenhuis is een verdedigbaar huis van steen in de tijd dat de meeste gebouwen nog van hout en riet waren. Rond het jaar 1300 was de plek van Oldenoord pas bewoonbaar en het land geschikt voor landbouw. Het bewijs voor dat hier een steenhuis gestaan heeft, dat is in feite de bouw. Een stenen gebouw was een vorm van rijkdom. En in die tijd kon niet iedereen zich dat permitteren. Maar we hebben hier in de schuur nog de afbraak, zal ik maar zeggen, stenen van waarschijnlijk het steenhuis. Ja. En de dakbedekking die we hier zien, dat was dus ook van steen. De monniken en de nonnen. Hè, dus dit heb je hier ook gevonden? Ja, dat komt hier uit de hof. Dus dit is middeleeuws? Dit is middeleeuws. Ja. Heb je ook een idee hoe het er dan ongeveer heeft uitgezien? Ja, dat heb ik in die tijd ook een plaatje van gemaakt. Dat ik dacht van... Ja, fantasie natuurlijk. Je bent aan tekenen geslagen? Ja. Ja. Oh, leuk. Ja, dus dit is de situatie zoals die geweest kan zijn. Met het steenhuis op een apart eilandje. Dat was voor de verdediging. Met eventueel nog doornige struiken daaromheen. Om te voorkomen dat ze zo door omhoog konden lopen. En hier het bedrijfsgedeelte met de boerderij. En ik kan dat nog even van de andere kant laten zien. Daar heb ik ook een tekening van gemaakt destijds. Even kijken. Je bent heel enthousiast bezig geweest. Dus dit is de andere kant. Ja. Dus hier vanaf de boerderij, zal ik maar zeggen. En dan hier het steenhuis. Nou ja, zo... Zo was het toen. Maar ja. het is nou dus helemaal geen steenhuis meer. Nee, dus op een gegeven moment... Hier zat je dus als bewoner Eeuwen. En die is verhuisd naar Eeuwesheim. Oftewel Eeuwsum. Daar is hij opnieuw begonnen. Ja. En dit is weer gewoon een boerderij geworden. De borg Eeuwsum was dus de opvolger van het steenhuis op Oldenoord. Van Eeuwsum is behalve de gevechtstoren niet veel meer over. De borg heeft er ooit, zoals op deze schilderijen, groots uitgezien. Maar is in 1863 gesloopt. Hebt u ook beesten hier op de boerderij? Nee, alleen kippen nog. Alleen kippen? En één poes. Oh, hier. Dat zijn van die stuk of vier van die Groninger Mullen. En hebt u elke dag ei bij het ontbijt? Er is één bruine kip bij, die ligt elke dag. Die ligt elke dag? De rest die moet nog beginnen. Oh, die moet nog beginnen? Ja. Als die beginnen, dan kan u lekker cake bakken. Ja, ja. Nou, dit nou, is... hier was dus... Vroeger een andere indeling, dan was hier een varkenshok, ja. En dan een schapenhok, en dan weer een varkenshok, en dan nog een paardenhok. Aan het uiterlijk van de boerderij is eigenlijk sinds 1843, het jaar dat het voorhuis is vernieuwd, niets veranderd. Het is een typisch voorbeeld van een kop-hals-rompboerderij. De schuur en de hals zijn uit 1804, en het voorhuis dus uit 1843. Later, in 1902, is er nog een grote schuur naast gebouwd. Nou, die gevelstenen, dat zijn voorouders die deze schuur dus gezet hebben. Toen gebruikten ze nog geen achternaam, maar Sigrid Pieters en Maria Jans. Ja. En die hadden een ongetrouwde broer, dat was Tamme Pieters. Die was dus ongetrouwd
En daar staat er maar één naam op. Ja. En die twee dat zijn mijn ouders, dus die hebben die later, die gevers zijn, die waren blanco, die hebben dus hun naam erin laten maken. En die schuur, dat is gezet door mijn grootouders dus. Oh ja. Dat is hier BPG en Aafke Jans Huizinga. En 1902. 1902, ja. Ja. De nieuwe schuur. Marcel Verkerk is bouwhistoricus bij de gemeente Groningen met als specialiteit boerderijen. Hij woont op een steenworp afstand van Oldenoord in Middelstum en is al heel lang gefascineerd door de oude boerderij waaraan zo weinig is veranderd in al die jaren. Dat is goed te zien op de originele bouwtekening van het voorhuis uit 1843. Het is eigenlijk maar een heel eenvoudig voorhuis. Ja, dat klopt. Het is een typisch voorbeeld van een voorhuis uit 18e eeuw, 19e eeuw. Waarbij je nog sober en doelmatig alles hebt. Je ziet nog precies hetzelfde wat je in 1843 zag. En dat is heel bijzonder. Want de meeste boerderijen gingen toch verbouwen en verbeteren, ja, en mooier worden. Je kreeg in de tweede helft van de 19e eeuw de rijkdom, graanopbrengsten waren hoog. Ja. Ja, en dan kreeg je toch als vanzelf wel dat mensen dat ook in hun huis stopten. Dwarshuizen werden er gebouwd, kelders onder hun huis. En hier is dat niet gebeurd. En dat is wel heel bijzonder. Nou, we staan hier in de schuur. En wat we zien is een hele mooie constructie, een oude constructie. Met al het hout is behouden en in elkaar gezet met pen- en gatverbinding. En dat duidt al op een hoge ouderdom. Dus jij denkt dat het ouder is dan de schuur die uit 1804 stamt? Nou, het hout is ouder. Ja? Alleen in 1804 heeft de schuur deze vorm gekregen. Ja. En wat ook opvalt is dat er ontzettend veel hergebruikt hout aanwezig is. Wat al duidt op steeds maar weer bouwen, verbouwen van de schuur. Dat kun je nog heel goed zien aan de pengaten die er zijn, bijvoorbeeld deze, daar kun je gewoon helemaal zien dat dit een gat is van een korbeel. Dit loopt een beetje schuin weg. Ja. Dit is een recht gat met inkepingen voor houten toognagels. Achter in diezelfde schuur staat nog een oude muur, volledig in leem opgetrokken uit middeleeuwse kloostermoppen. Deze stammen waarschijnlijk nog uit het steenhuis dat ooit op deze plek heeft gestaan. Het ziet er wat onmogelijk uit. Een stuk roest. Maar dit is in feite een landspunt. Dus het hout heeft hier gezeten. En ja. Zat die pin die zat in het hout. En dan kon je dus, komt toch wel dwars door je heen zo'n beetje. Die hele achterwand die staat wel heel erg bol, Marcel. Ja, die staat bol. Maar gelukkig, hij is verankerd aan de paardenstal. En daardoor blijft hij op zijn plek. Maar je moet je voorstellen dat de spatkrachten van het dak, die willen hem naar buiten duwen. Ja. En dat is hier ook gebeurd. Dus de vraag is, gaat hij nog verder of blijft hij staan? Wat denk jij? Ik denk dat hij blijft staan. Ja, dit is nu één ruimte. Ja. Hier is de muur geweest. En er was een derde kernmolen, de aandrijving. Je kan het hier nog zien. Hier heeft de spul van die aandrijving aangedraaid zo. Ja. Een paard dat kon rondlopen. Dat is niet zo'n grote paard toen blijkbaar. Hier liep gewoon nog een paard rond. Ja, die moest hij zijn eigen aandrijven. Ja, ja. En er was aan die kant op die gele steentjes daar. Ja. Aan de andere kant van de muur, daar stond de kern. Maar dat is voor mijn tijd geweest, dus ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Nee.
Maar men maakte dan ook kaas en van alles nog wat yoghurt, karnemelk? Ja, misschien wel. Dat weet je ook dat niet. Dat weet ik ook niet meer. Nee, nee. Maar de naam die zijn altijd nog geleen. En die kant, dat is het kaartenhuis. En dit is onder de kaartmolen. Ja, en dat was een bashoek. Dus een slecht weer dan. Zullen we daar wel gewassen hebben. Ja, maar zo heet dat nog steeds. Zo heet dat nog steeds. En ik was ook, dat is nog badkamer en douche. Oh, dus ja. Het is weer een bashoek. Het is weer een bashoek. Ja. Ja. Kijk, dit is een, deze gang zo. Dit is zo naar het woonhuis. Ja. Zo, dan dalen we nu af in de melkenkelder. De plek waar de melk bewaard werd. En wat heb je dan nodig? Het moet koud zijn, koel zijn, maar ja. Het moet ook een beetje niet te klam zijn. Dus je moet kunnen ventileren. Dan hebben we hier nog de kelder onder de bedsteden. Een smal keldertje. Even bukken. Pas op voor je hoofd. En dan hebben we hier nog een heel mooi luikje. Want we zitten nu boven, of we zitten onder de bedsteden. En dit is een luikje wat vanuit de kamer toegankelijk is. En dan kun je hier zo die spullen naar binnen toe brengen. Zonder dat je nog om moet lopen. Misschien de drank wel. Oh, dat zou het zijn. Als het koud is in de bedstee. Ja. Ja. Hier staan trouwens sowieso nog allemaal ongelooflijk oude dingen. Kruiken, kandelaars. En het ziet eruit alsof die er al een eeuw staan, zowat. Ja. Mooi zeg. Dit is dus nou van vroeger de visitekamer, zou ik maar zeggen. Ja, de mooie kamer. De mooie kamer. Ik moet zo iets anders gaan bewonen misschien, maar dat was toen zo. Is het nog steeds uw mooie kamer? Nou, als we een grote visite hebben, dan gaan we hier zitten, ja. Dan gaat u hier zitten. Ja, ja. Maar normaal zit u hier niet? Nee. Vroeger is het ook gebruik wel verschillend geweest, denk ik. Want die kamer waar wij vanmorgen zaten, dat heette dan zomerkamer. Dus men zal soms en centen zo verschillend bewoond hebben, denk ik. En zaten hier nou ook die bedsteden in? Ja, die zaten hier, maar die zijn achter het behang besapt. Kijk, die... Wel mooi behang trouwens. Ja. Prachtig. Zit er al aan. Dat zit er al een tijd op, ja. Maar hier zijn, dat is aan die kant net zo. Ja. Een kastje met allerlei stoelen. En hier zat een schot tussen, die is nou weg. Maar er staan de beste in, die zijn daar zo. Op daar, aan die kant, in de deur naar deze kant. Je ziet alleen de boom hier. Ja. Dat is dan daar zo. Ja. Oh. En die kant is net zo. Wat zijn dit voor oude papieren? Nou, dat is bestek eigenlijk van dit voorgebouw. Ja, de kamer. Oh, ja. Waar de koffie is. U bent nu niet al te jong meer, maar nog wel heel gezond. U rijdt nog auto. Maar hoe lang denkt u nog dit boerenbedrijf te kunnen voortzetten? Nou, ik zou geen tijd durven doen. Je moet natuurlijk redelijk gezond blijven. En dan kun je het lang volhouden. Ja. Maar als u er toch een keertje mee gaat stoppen, wat gaat er dan mee gebeuren met deze boerderij? Ja, dat weet ik nog niet. We hebben twee kinderen. En wat die ermee wil, hè? Die zegt me koop. Nou, dat mag verkocht natuurlijk. Maar... Willen de kinderen de boerderij niet voortzetten als boerderij zijn? Als boerderij denk ik niet, maar ze hebben een heel ander beroep. Ja. Dus de kans is eigenlijk heel groot dat u de laatste generatie bent die hier nog echt boert op deze boerderij. Ja. Ja. Nou, en dit is deze tulp. Dat is vroeg 17e eeuws. Het is een onderdeel van een schotel. Ja. Daar zit nog een PK, Piet Kooi zit er nog op. Dus met veelkleurig motief. Dat is heel karakteristiek, ook op tegeltjes en zo. Dus dat is 17e eeuw. Nou, dit is wat je noemt volksaardewerk, zo heet dat dan technisch. Ja. Dit is van een graap, van een kookpot. Dit is de duim, zeg maar, die erin zit. Allemaal vingertjes, hè. Vingertjes. Dat is een versiering gemaakt. En hij is ook heel zuinig in glazuur, dus alleen naar de binnenkant. Oh ja. Want glazuur was extra bewerkt en duur. Ja, ja. En de buitenkant dus niet. Dat was niet nodig. Dus dit heb je allemaal ook als 16-jarige gevonden? Ja. Goh,
Dat is spannend. Ja, ja, ja. En dat stimuleert geweldig om er ook studie van te maken. Ja. Ik go voort. Ik go voort. Ik go voort. Ik go voort. Hier op het kerkhof van Toornwert liggen de ouders van Bartelt Goldhoorn begraven, net zoals alle generaties die daarvoor op Oldenoord hebben gewoond. Tot zover deze aflevering van De Onderste Steen. Ik zie u graag een andere keer weer. Dag!